Oh, wat ruikt dat lekker. Oh. Ik pak geen snoepje. Mirjam heeft gezegd, even wachten. Kwispel, wat knap van jou. Wauw. Ik had gezegd geen snoepje pakken en je deed het ook. Maar je had het wel gekund. Het ruikt erg lekker, Mirjam. Wat knap dat je geluisterd hebt. Dat je het niet hebt gedaan. Hey Kwispel, in de Bijbel heb ik ook zo'n verhaal gelezen. Er zijn twee mannen die zijn gevangen genomen. En zij kunnen ontsnappen, maar ze doen het niet. Oh, zal ik dat eens vertellen? Nou, Paulus en Silas die zijn gevangen gezet. Ze zitten met kettingen vast. Ze kunnen niet ontsnappen. Ze vertellen aan de mensen over Jezus. En de mensen zijn boos geworden. Ze willen niet dat Paulus en Silas over Jezus vertelt. Daarom zijn ze nu gevangen gezet. In de gevangenis zijn Paulus en Silas nog steeds niet stil. Ze vertellen over Jezus. Ze zingen liedjes over Jezus. Ze aanbidden God. Midden in de nacht komt er een aardbeving. Alles schudt en trilt. De deuren van de gevangenis gaan open. Paulus en Silas, die kunnen ontsnappen. Maar ze blijven zitten. De gevangenisbewaarder komt aangerend. Zijn jullie er nog? Ja, zeggen Paulus en Silas. Oh, ik was zo bang dat jullie waren ontsnapt. Nou, zeggen Paulus en Silas. Wij zijn niet ontsnapt. Want God zorgt voor ons. En dan vertellen ze de gevangenisbewaarder ook over Jezus. En weet je wat nou zo gaaf is? De gevangenisbewaarder zegt, die Jezus, die mag ook bij mij komen wonen, in mijn hart. En ook zijn hele familie. Wow, ze geloven Jezus. En ze horen wat Paulus en Silas zeggen. En ze doen wat Paulus en Silas hebben verteld over de Heer Jezus. Ze konden ontsnappen, maar ze hebben het niet gedaan. Cool zeg!